Goedendag. Ik heb even een satellietbeeld erbij gepakt van de NASA. Dit is niet boven Nederland, zoals je wel eens voor kunt stellen, maar boven het Caribisch zeegebied. Daar is orkaan Barrel ontstaan en die heeft al verschillende records gebroken. Het is de eerste categorie 4 orkaan in juni. En is daarna zelfs verder aangesterkt tot de categorie 5 orkaan. En Dat is niet eerder gebeurd dat dat zo vroeg is geweest. Het vorige record stond op naam van Emily in 2005, dat was op 16 juli. Er worden inmiddels windsnelheden gemeten rondom het oog van gemiddeld 270 km per uur. Met windstoten boven de 300 km per uur. Dus echt een hele zware orkaan, nauwelijks voor te stellen. De komende dagen zal die nog richting Jamaica trekken. Uiteindelijk wel iets afzwakkend. En uiteindelijk misschien nog richting de Golf van Mexico afbuigend naar het noorden. En wat er dan gaat gebeuren is nog wat onzeker. Maar we houden je uiteraard op de hoogte. Nou, veel minder extreem weer is het bij ons in Nederland. Het is bewolkt en regenachtig, zeker vanochtend was dat het geval. Een capuchon had je echt wel nodig. En vanavond speelt natuurlijk Oranje tegen Roemenië. En ik denk dat we dat toch wel onder droge omstandigheden kunnen gaan doen. Misschien komt de zon er zelfs nog eventjes bij. Nou, we hebben nog steeds te maken met de noordwestelijke stroming. En daarmee worden dus ook continu die storingen aangevoerd. Vanavond een stuk droger, maar morgen een actieve storing die gaat overtrekken. Lage temperaturen rond de graad op 15 maximaal. Donderdag gaat de wind flink aantrekken. Maar in de loop van de dag komt de zon er wel steeds vaker bij. Dus dan wordt het weerbeeld in ieder geval wel een stuk vriendelijker. Maar goed, we zien verderop de oceaan toch ook wel weer nieuwe buiengebieden klaar liggen. die ook vrijdag en zaterdag gaan overtrekken. Dus voorlopig zijn we niet van dat wisselvallige weer af. En de temperatuur die blijft toch ook echt wel wat achter. Vanavond tijdens de wedstrijd van het Nederlands Elftal is het dus in ieder geval overwegend droog, met een mix van wolken en zon, temperatuur zo tussen 14 en 16 graden. Een enkele bui kan nog wel voorkomen, met name in het noorden van het land, maar op ver uit de meeste plaatsen dus gewoon droog, en er waait erbij een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Vannacht is het eerst nog droog, maar vanuit het westen wordt die bewolking wel steeds dikker en uiteindelijk gaat het in het westen ook regenen. De minima liggen zo tussen 10 en 13 graden, met daarbij een zwakke tot matige wind uit die westelijke richtingen. Morgen dus een echte herfstachtige dag. De temperatuur die loopt nauwelijks op, zeker in de regen, maar 13 of 14 graden. De maxima die ik hier heb staan vallen dus ook pas helemaal aan het einde van de dag, als het zonnetje er nog heel even bij komt. 15 tot 17 graden bij een matige westenwind. En dan kan regionaal echt wel richting de 10 tot 15 mm regenwater gaan vallen. Dus die paraplu die moet je wel weer even uit de kast halen. Pak ik nog even de donderdag erbij. Dan starten we nog wel met regen. Maar daarna wordt het weer beeld. In ieder geval wel veel vriendelijker met flink wat ruimte voor de zon. En de temperatuur kan dan nog wel oplopen naar zo'n 17 tot 19 graden. Maar spelbreker is wel echt de wind. Vrij krachtig boven land, tot mogelijk krachtig aan zee. En die zal het voor het gevoel echt wel wat kouder doen aanvoelen. Hou er overigens wel rekening mee dat de zonnekracht alsnog flink hoog is. Dus je kan alsnog wel snel verbranden. Nou, dan de dagen daarna verandert er eigenlijk weinig. De temperatuur zet langzaamaan nog een iets verdere stijging in. Vrijdag gemiddeld een graad of 19 met enkele buien. Ook zaterdag zijn enkele buien mogelijk met dan een graad of 20. Zondag die ziet er het positiefste uit. Waarschijnlijk dan flink wat ruimte voor de zon, ook echt wat droge momenten. Maar zomerse temperaturen zitten er dan ook niet in met een graad of 20. En waarschijnlijk in de nieuwe week zetten we dat weerbeeld voort. Er zijn wel wat signalen op warme weer in de loop van de nieuwe week. Het is nog ver weg. Maar dat is eventueel een positief iets voor de zomerliefhebbers. Tot de volgende keer.